Hallo allemaal, welkom terug bij ons YouTube kanaal Andan Twins. Ik ben Angie. En ik ben Anju. En vandaag gaan we een leuke video opnemen genaamd de 24 Hour Challenge. En we gaan dus 24 uur lang proberen op te blijven. En degene die wint, die krijgt in totaal 100 euro. Yes. Dus laten we beginnen. En kijk, sowieso langst wakker. I know, I already won. Ik ben al vanaf 9 uur 's ochtends op, want ik had gewoon school. En jij? En ik was al vanaf 8 uur 's ochtends op en ik ging gewoon workout doen, dus... Oké. Ja. Dus het is een 24-hour challenge en de winnaar krijgt 100 euro. Yes. De challenge duurt tot 5 uur 's ochtends, dus wie opblijft tot 5 uur 's ochtends heeft de challenge gewonnen. Oké, let's get started! Pizza time! Is dat niet te rauw? Oké, jongens, we hebben ook een taart gemaakt. Die hebben we zelf gemaakt. En we gaan dadelijk ook laten zien hoe we het een beetje versieren. Dus daar gaan jullie ook delen van zien. En natuurlijk hoe we het gaan opeten. Dus stay tuned! Oké, jongens, we zijn nu de taart aan het insmeuren met de slagroom. We hebben dit er nu op gedaan en daar zijn er al arbeidjes op. Zoals je kunt zien. En hierna gaan we jullie gewoon een beetje het eindresultaat laten zien. Hoe die dus een beetje eruit gaat zien. Dus dit zijn we nu aan het doen. Gewoon overal slagroom eroverheen doen. En stop. Nou jongens, ons taartje is eindelijk klaar. Zo ziet hij er dus uit. Aardbei slagroomtaart. Met aan de zijkant amandel. Hij is echt super goed gelukt voor de eerste keer aan. Echt super mooi. Look at this cake. Met aardbeidjes. En ook in de binnenkant toch? Hier ook, hier ook. Ja, hij ziet er echt super mooi uit jongens. Kijk nu even de voice, want het is namelijk vrijdag en ik ben voor Dani. Nou mensen, inmiddels is het al bijna 12 uur. Ja, ik ben net gewoon even met mezelf gaan klaarmaken, mijn avondroutine. Dus ja, de challenge gaat gewoon weer verder. Zo. Het is al bijna 12 uur, maar de challenge gaat gewoon nog door. We zijn even omgekleed, onze avondroutine gedaan en we gaan weer verder met de challenge. Dus let's go. Kijken wie het langst op kan blijven voor 100 euro. By the way mensen, deze kamer is echt super wit. Gewoon echt alles in deze kamer is wit. En dat licht zelfs ook. Dus daarom is het echt overbelicht in deze kamer. Dus het is inmiddels al 12 uur. En ja, ik ben nog awake en Anju ook. Dus let's go. Het staat meestal rond 1 uur en zij is altijd wel eerder aan het slapen. Dus ik denk dat ik ga winnen. I'm gonna win this challenge. Oké, mensen, ik denk wel echt dat ik deze challenge ga winnen. Ik weet niet waarom, maar ik ben altijd langer dan Anju wakker sowieso. Ik slaap meestal rond 1 uur 's nachts en zij meestal 12 uur. Dus ik denk ik ga winnen. Laat even weten wie jullie denken dat gaat winnen. Maar ik denk dat ik ga winnen. Oké, ik denk dat ik ook even naar beneden ga aan de tv kijken. Want volgens mij zijn Anju en mijn moeder tv aan het kijken op Netflix. Dus ik ga ook even naar beneden om te kijken wat ze doen. Oké, mensen, ik ga nu even naar beneden naar Anju kijken wat zij aan het doen is. Dus let's go. Dus ga je slapen, Am? Het leek erop alsof je ging slapen. Dus ik zei al, ik ga langer op kunnen blijven dan Anju, want ze slaapt bijna nu al. En het is pas 10 over 12. Like, oh mijn god. Ze ligt al daar. Deze Anju. Ze slaapt al. Gewoon na, bijna. Ze ligt gewoon hier zo.
Het is pas 10:50 en ze wil deze challenge zelf doen, maar ze ligt al te slapen. I'm not sleeping. Ja. Ik lig al mee. Ze ligt al mee. En ze zegt altijd dat ze wil gaan slapen. Maar ik wil slapen, ik wil slapen. Ik ben nog wakker. Ja, weet ik. Kom dan hier. Oh my god. Ze staat wel even op, zegt ze. Challenge volhouden tot 5 uur be like en dan om 10:50 gaan slapen, like, are you freaking kidding me? I'm still awake, people. Ik zie het. Hoe awake she is. I'm in my pyjama, actually. Me too. And this is my pyjama, it's with this black and white things, and yeah, stipples. I'm really liking it, so. Yes, dus je gaat opblijven, ga je winnen of wat? I already won, honey. Nee. Oké, mensen, we gaan even een filmpje uitkiezen op Netflix, want ja, er is niet echt meer veel te doen om 12 uur 's nachts met een avondklok om 9 uur, dus ja. Mm-hmm, dus gewoon even een film uitkiezen. Yes. Dus, boom. Let's search for a good movie on Netflix. Netflix. Ik weet niet of het bij ons alleen is of bij jullie ook, maar een Netflix film bij ons zoeken duurt echt 100 jaar gewoon. Dat klopt. Oh, I know right. Now I can. For the people who don't know, I have glasses and I don't like it, so. Zij draagt alleen maar lenzen, maar ze kan die bril ook gaan aan. Nee. But we are searching a Netflix movie, but we can't find it. Dus het gaat wel zo'n 100 jaar weer duren. Als het dan ons ligt. Hey, Jan. We gaan deze film kijken, Secret Obsession. Hopen dat die leuk is. With Brenda Song. Mensen, zoals jullie kunnen zien is het al 12:30 en we gaan nu een film kijken. Oké, mensen, laat maar even zien hoe laat het nu is, dan weten jullie ook hoe laat het is. It's 2:00. Hoe ziet het er nu uit? Ja. Ja. Het is dus 2:00 en we hebben net die film gekeken. Dat was wel gewoon een leuke film, alleen het was wel een simpele verhaal. Ja, je kon het zeg maar gewoon raden. Ja, het was wel echt simpel en kort. Nog maar, toch? Mhm. Dus het was wel minder, maar... Wat gaan we nu nog een film kijken al? Ja, wat moet zo anders. Het is gewoon another movie. I'm gonna win. What do you think? I think I'm gonna win. This is a challenge. I don't know. Dat was ik een beetje moe, maar nu valt het wel iets mee op zich. Maar ik ben wel een beetje moe hoor. Zo. Ja. Ja, ik dan. Yo. Kijken. Oké, mensen, we gaan de prom kijken. Wat doet deze? Werk. Die is kom. She can't no more. Can you? Zo,
Oké, mensen, het is inmiddels al 4:07 en we kijken nog steeds een film. Oké, mensen, het is al bijna 2:05 en we hebben alleen maar films gekeken. Yes. En we hebben het ook alle twee gehaald. We zijn allemaal tot 5:00 wakker gebleven, dus er is helaas geen winnaar. Maar ja. We hebben de challenge wel behaald. En voor de rest praten ze om de rest al aan het slapen is. Het is echt bijna 5:00. Dus de challenge is complete. We gaan ook nog even laten zien dat het wel echt 5:00 is. Ja. Dus wait a minute. Ik ben niet echt heel moe of zo. Jij? Ook niet, maar toch ergens ook weer wel, zeg maar. Ik denk dat je het eerder morgen gaat. Dat je het morgen. Nou, zoals jullie kunnen zien is het echt 5:00, zaterdag 13 maart. Dus de challenge is helemaal done. Nou, zoals jullie hebben gezien is het al 5:00 en we hebben allebei de challenge complete. En we hopen dat jullie het een leuke video vonden. En ja, dat jullie gaan subscriben, abonneren en liken. En elke zondag een nieuwe video. Yes. Dus als je het leuk vond, thumbs up. En dan zien we volgende week zondag. Doei. Doei.